Vorig jaar vluchtten duizenden mensen vanuit oorlogsgebieden naar ons land. Vluchtelingen die in eerste instantie in een noodopvang werden geplaatst. Om de drie dagen werden ze verplaatst naar een andere gemeente. Zo niet in Krimpen aan den IJssel. Hier werden 100 vluchtelingen voor minimaal 3 weken opgevangen. Nu, een jaar later, zitten de meesten er nog. Deze week in 7 minuten, van vluchteling naar Krimpenaar. When I arrived, I stay in Ter Abel. 1 week. After that, I stay in Maastricht. Also 1 week. After that, I come to Krimpen. In Krimpen, I stay here long time. Burgemeester Vroom gaat terug naar de eerste opvanglocatie, sporthal De Boog. Zoals je nu ziet, is het weer gewoon een sporthal waar prima wordt gebadmintond. Maar vorig jaar was dit de opvanglocatie van de vluchtelingen in Krimpen. En toen is ook gelijk gezegd, van, doe dan maar ook wat voor langer. Dat 3 dagen hier, 3 dagen daar of soms 6 dagen, dat is allemaal zo triest en zo aangrijpend. Dat hier gelijk is gezegd, doe dan maar 3 weken. En dat mocht. En Krimpen is vanaf het begin hebben ze gezegd, we zijn wel kritisch op een aantal dingen. Maar dat ze zorg nodig hebben en opvang, dat is duidelijk. Dus kom erop. En dat is vanaf het begin de houding geweest van Krimpen. Kom erop. Jullie zagen dat gesleept met die vluchtelingen. 3 dagen daar, 3 dagen daar, bus in, bus uit. En jullie dachten meteen, dat willen we niet. Ja, je ziet dat het niet goed is. Iedereen wist dat. Maar ja, heel veel gemeenten die hadden nog niet eerder met zulke vragen te maken gehad. Het Rijk had ook geen idee. Heb ik soms nog wel het idee dat ze geen idee hebben. En je ziet dat gemeenten dat goed kunnen. In Krimpen was het de houding ook gelijk van, je moet helpen. Dus niet van, we moeten luisteren naar wat de staatssecretaris wil, maar die mensen hebben hulp nodig. En dan komen die mensen uit de bus en vanaf dat moment is alles met heel veel gedoe en geïmproviseerd allemaal goed gegaan. Na 3 weken in sporthal De Boog gaat de groep naar een voormalig hotel, De Stuw. Daar verblijven nu nog verschillende vluchtelingen in afwachting van een woning. Onder wie Ayad uit Damascus. Marhaba, Yaqub. This is my bed. I live here with 3 people. This is my friend Youssef. Vandaag gaat Ayad naar bakkerij Kastelein, waar die stage loopt. I like this work. Een van de dingen waar je ziet dat als het gaat om vluchtelingenopvang waar heel veel misgaat, is verveling. Je hebt een enorm spannende reis achter de rug. Je moet een oorlog op gebied ontvluchten waar je kinderen soms nog zitten of je moeder. En dan kom je opeens in een plek en dan zeggen ze, rust maar even uit. Maar je hebt natuurlijk helemaal geen rust in je hoofd. En dan is het heel erg belangrijk dat er mensen zijn die zeggen, ik heb veel werk, elke dag heel veel brood. Als je iemand hebt die wat wil doen, handen uit de mouwen, stuur er maar een paar door. Dat konden we doen. En dat is ook Krimpen, dat de ondernemers uit zichzelf zeggen van ik heb nog wel plek. Vanaf De Stuw, waaronder Ayad hier dus met nog een paar medevluchtelingen. Hier een aantal dagen in de week gewerkt hebben, geholpen hebben met het inpakken. Als een stukje tijdverdrijf. En dat is heel, ook voor het team en voor ons allemaal, ook gewoon heel best wel verrijkend geweest. Die hadden een gigantische taalbarrière. Maar dan is er toch de sfeer en de houding rondom elkaar heen. Wat voor hun aangenaam is, maar voor ons ook heel aangenaam en leerzaam. Bakker Kastelein bracht vanaf dag 1 brood bij de vluchtelingenopvang. Vanaf de eerste dag van aankomst en de dag daarna zijn we gelijk gaan brengen. Dus de periode van de sporthal hebben we eigenlijk elke dag geleverd. Vooral. Er was ook nog onzekerheden voor de gemeente, voor hoe dat met de COA ging en hoe dat allemaal precies vorm ging krijgen. En soms kun je daar niet op wachten. We moeten elke dag eten. We hebben ook in die periode van de sporthal trouwens ook echt elke zaterdag voor de zondag wat snoepen meegegeven. Dat ze ook konden trakteren van gevuld speculaas en gewoon een beetje de Hollandse producten. Ook een keer een tompoes. Zoals hier de aanpak is geweest en is nog steeds, dat is een voorbeeld. En dat heb ik ook in de regio elke keer gezegd. Zoals we het hier hebben gedaan, namelijk ze kwamen
als vluchteling. En we hebben ze ontvangen als gasten. En nu willen we dat ze inwoners worden, we willen dat ze hier blijven. Als ze dan toch in Nederland blijven, laat ze dan hier blijven, want we kennen ze. Ze kennen hier de mensen, ze weten de weg, ze hebben hier al gewerkt soms, ze zitten hier op school. En dat betekent dat ze hier een band hebben en ook zelf zich verantwoordelijk gaan voelen voor de gemeenschap hier. He, dan kom je van gast naar inwoner. En als je nou ja, hier ook inwoner wordt, dan hoor je er ook bij. En dat vind ik wel een manier zoals het hoort. Zo ken ik de Krimpenaren ook. En niet alleen dat ze het willen. Ik denk dat wij elkaar ook mogen zien als doeners. Mouwen opstropen en gewoon doen, niet zeuren. Als de nood is, moet er geholpen worden. Maar nu in Krimpen ben ik very happy. Yes? Ja. Yeah. I like this town. I like people here. Yeah. Ik heb ook echt vanaf dag 1 tegen al die lui gezegd van ik ga geen Arabisch leren. En als je wil dat je hier welkom bent, dan moeten we elkaar kunnen verstaan. He, sinds het verhaal van de Toren van Babel weten we, als je elkaar niet verstaat, krijg je ruzie. En dat is voor elkaar, om elkaar te kunnen begrijpen, moet dat. Dus we willen vanaf dag 1 dat jullie gewoon gaan leren in het Nederlands met ons communiceren. En dat betekent dat we heel veel mensen hebben gezegd, oh, heel veel vrijwilligers, dat willen we ze wel leren, vinden we leuk, gaan we met ze in gesprek. En dat is opgepakt. Nou, we hebben echt dozijnen mensen die daar hun vinger voor hebben opgestoken.